Het begon allemaal met één fidget spinnen en dat liep echt al heel snel uit de hand bij Bardo. Want hij begon op een gegeven moment veel meer te spinnen dan alleen fidgets. Hij ging alles spinnen. Trapper, basketbal, alles wat hij maar kon vinden. Zelfs zijn hobby als YouTuber, dat begon er gewoon onder te lijden. Neemt hij al op? Draait hij al? Nee, hij draait nog niet, Bardo. Nee, let op, ik ga hem laten draaien, let op. Nee. Hij is dus zelfs zijn baan als ober verloren door dat spinnen. Rietje erbij. Ook voor onze vrienden is het moeilijk. Helemaal voor mezelf. Toen hij mij laat zag. Oh. Sorry man. Huh? Wat? Oh, dude. Dit spint zo lekker. Oh, kerel. Oh, dit kan je echt niet maken. Oh, wat? Ik heb al wel een idee. Wat? Beter nu? Wow, ja. Maar ik bedoel, Bardo, laatst, daar is gewoon niet meer te vertrouwen. Hij mocht mijn haren scheren. Kijk wat hij deed. De lul. Post het. Geen praatjes meer. We gaan dit oplossen. Maar hoe dan? Met een fidget battle. Oh my god! The Fidget Battle! Spinners ready! It's time for a spin-off! Prepare for battle in 3, 2, 1... Spin-off! Spinish him! Fatality! The true fidget king. Eergisteren kocht ik mijn eerste fidget spinner en sindsdien heb ik geen autisme meer. Ik was dus mijn hond Boris kwijt, tot ik dit filmpje door Bardo gedeeld zag op Facebook. Dat is Boris, ik ben hem al 4 weken kwijt. Spinner op zijn neus. Ik heb geen fidget nodig om te spinnen. Ik spin mezelf al. Dit loopt echt verschrikkelijk uit de hand. Ik heb dit gewoon nog nooit gezien, een normaal mens. Heeft dit als rode bloedcellen. En bij jou, Bardo, zijn de rode bloedcellen gaan veranderen naar dit. Rode spinners. Zelfs je bloedcellen worden fidget spinners. Oh, nee hè. Dat is kut. En ik waarschuw je ook direct, als jij nog één keer een fidget spint, kan je komen te overlijden. Oh nee, doodgaan maakt me niet uit. Het is meer nou, waarom nou de rode fidget spinner? De blauwe, dat is mijn favoriet. Oh nee, de gele is de beste. Kijk, nee man, de blauwe is veel beter. Oh, meneer Ellens, ga je die fidget spinner nog gebruiken? Spinnerverslavingen lopen uit de hand. Als jij iemand kent met een fidget spinner, stuur ze dan direct deze video toe. Voor het te laat is. Of vertel ze dat ze eindelijk iets zinnigs moeten gaan doen met hun leven. Lol.